wat we dan doen, inderdaad, aantikken. Die blauwe en dan is het... Hekken. Hekken, zegt Karin dan. En verwachten. Ho, u bent te snel. U bent te snel. Daar naartoe en dan op hekken wachten. Nee, dat is het rot. Prima. Hekken. Even kijken, kijk. En dan krijgt u dus dingen in beeld. Ja. Prima. Die schaapjes. Schaap. Hi, kind. Hi. Ja, wat ben je een mooie. Ja, je bent lief hoor. Ja. Hé? Ja. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Zo, lieve vrienden, een hele, hele goede middag gewenst. En jullie zijn weer aanbeland bij Corinna en de Beestenboel. Dus van harte welkom allemaal. Ja, ik schijn het een beetje anders te doen dan anders, maar dat maakt ook niet uit. Nee. Het is vandaag reeds de 13e. De derde van de derde. Ik ben helemaal door de war. 2023. Het is vandaag tevens de dag dat 6 jaar geleden mijn mannetje werd gecremeerd. Dus ja, waarschijnlijk dat ik daardoor een beetje in de war ben, ik weet het allemaal niet. Ik zit dus met mijn hoofd daar meer bij dan ergens anders bij. Ook heb ik hoofdpijn, ik ben misselijk, maar dan kan de pret niet drukken. Ook is Karin weer in de stad en ik moet boodschappen doen en we zouden Pokémon, dus ja, ik weet het allemaal even niet. Maar het is dus wel al reeds 14:24 en ik moet de meisjes nog uitlaten. Ja, dus dat gaan we zo eerst doen. Die gaat mee, zien ik al wat leuks. Nou, ik kan daar ook mee filmen. Ja, dus dat komt wel goed. Hé, meisje? Ja, dat ik was laat wakker, ik heb aan 1 stuk doorgeknoord. Ja, maar in de krant dat ik weer fatsoenlijk door heb geslapen. En ik werd dus voor het eerst wakker. Ja, ik moest naar de wc. En toen was het dus al laat. Maar ja, ik kan er dan nog niet gelijk uit, want ik laat dan wel de meiden eerst de tuin in. Dan ga ik weer naar boven. En dan doe ik boven met dat ding de kachel aan, want het is hier mij dan te koud. Nou ja, en toen kwam meneertje Kandolf bij me, die wou gekroeld worden, geaaid worden, geliefkoosd worden. Nou ja, hey, daar je handen ook even weer vol aan. En zo vaak komt hij dat niet vragen, dus dat moet ik daar even tijd voor nemen. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met lach, probeer ik straks ook weer te doen. En ja, de lucht is trouwens op mij te scherp, dus ja, word ik ook niet vrolijk van. Maar maakt niet uit, mijn meisje ligt hier te piepen, die zegt van schiet op vrouwtje, ik moet eruit. Dus dat gaan we doen. Ze zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, daar zitten we dan in de auto. Hè. Ik had al gezegd dat Karin er was en dat we nog even boodschappen zouden doen. Nou, dat is al reeds gedaan. Toen was Karin aan het vloggen. Nu zitten we in de auto op de oude Rijkswerf in mijn achtertuintje. En ja, mijn mobiel die doet geloof ik ook nog rare dingen. Ik krijg nou allemaal foto's te zien. Maar in ieder geval, we zijn aan het ingress aan het doen. En aan Pokémonnen. Ja, maar Pokémonnen weten jullie wel, maar Ingress weten jullie niet. Nee, tenminste, misschien ook wel als jullie het zelf ook spelen. Ik weet het niet. Maar dat gaat toch weer heel anders dan Pokémonnen. Ja. Dat Karin die is nou weer even aan het doen, geloof ik. Yep. Op mijn telefoon. De eigen telefoon hangt hier te hangen. Altijd veilig. Altijd en veilig. Maar ja, dat heb ik niet. Nee, want ik heb ook niet een auto, dus ik heb ook niet een ding om op te hangen. Nee. Maar ja, nou is... Alsjeblieft. Ja, moet ik eerst mijn telefoon weer hebben. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Dat is Ingrid. Wat doet u moeilijk? U legt hem hier neer. Oh. Juist, u legt hem daar neer.
Kijk. Alsjeblieft, kan u het ook zo laten zien? Moet u ook daarop letten? Ja, dat is het probleem. Dat kan u heus wel. En dan moet je daarop klikken. En dat heeft u al net al gedaan, ik dan voor u. Oh, nou, dat heeft Karin dus al gedaan. Kijk, wat we dan nu even gaan doen, let op, even geduld. Momento, daarom stukje heb ik naar voren. Zodat die weer binnen de cirkel komen. Hobbel. Ja. Ja. Kijk, nou. En wat we dan doen, inderdaad, aantikken. De blauwe, en dan is het... Hekken, zegt Karin dan. Even wachten. U bent te snel. U bent te snel. Daar naartoe, en dan op hekken wachten. Nee, dat is het rot. Prima. Hekken. Even kijken, kijk. En nou krijgt u dus dingen in beeld. Ja. Prima. Dan gaan we even draaien of we nog meer hebben hier. Nee, de boelen ben te veel. Nou, en dan gaat u dus hier weer naar Pokémon en dan kan u hier dus weer draaien. Kijk, alsjeblieft. Moet ik die hebben. Draaien. En dan krijg ik ook allemaal items. Met die kun je ook vechten en ik heb geen zin om te vechten. Nee, ik ook niet. Geen zin dus in. Die pak ik ook dan niet. Dan hebben we daar ook nog. Hup. Allemaal leuke items. En dan staat er nog één achter. Hup. En daar staat er nog één. Dat kunnen we net niet bij. Moet ik eerst dichterbij zien te komen. Dat is die blauwe, dat blokje. Daar komt hij. Voilà. Zo. Een heleboel items tegelijk. Nou, en dan gaat hij dus hier weer dus naar Ingress. En hij schrijft in één keer op. En dan gaan we daar naartoe. En dan is het hekken wachten. En dan krijgt u in één keer weer dingen in beeld. Nou, en dan is het daar weer naartoe. Hekken. En dan krijgt u dus weer dingen in beeld. Alsjeblieft. Nou, zo. Nou, die en die. En die hebben we net waarschijnlijk gehad. Kijk, want dan krijgt u dus dit in beeld. Oké, en die dan... ook gehad, ja. Dus zo kan u dus dingen nakijken van oké, welke heb ik al gehad, welke niet. Kijk, die heeft u al gehad. Kijk, mooi. Die hebben we net ook al gehad. Yes. Deze moet ik hebben. Check. Kijk, en dan krijgt u dus weer dingen naar binnen. Mm-hmm. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus dat dus. Ja, dan zijn we daar mee bezig. Zijn we eventjes zoet. Eindhoutje van de straat, althans. Je moet de juiste straat op. Anders lukt dit allemaal niet. Wel de Pokémon kun je ook thuis doen. Ja, als je ziet bent dat zo. Nou, ik zou zeggen luidjes, lieve vrienden. Geniet ervan en tot later. Baby, you give me midnight.
whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me midnight. You whip up my appetite. Ja, nou, dit is dus Karin Roto. Jullie kennen haar auto al wel. Maar wat jullie nog niet weten, dat is dat ze hele mooie raamfolie erop heeft. En dat heet, hoe heet dat nou? Chameleonfolie. Omdat het allerlei kleurtjes krijgt, net zoals haar auto. Ja, want die heeft ook allerlei kleurtjes. Dus ja. Dan weten jullie dat ook even. Maar we hebben hier nog meer leuke dingen. Althans, leuke dingen. Leuke dieren. En daar is Karin op. We hebben hier schaapjes. Schaapjes. Hi, schaap. Hi, kind. Hi, kind. Hoi. Ja, wat ben je een mooie. Ja, je bent lief hoor. Ja. Hé? Ja. Wat ben jij lief. Ja. Hé? Camera, niet camera schuwen. Nee. En we hebben er nog meer. Ja. Oh ja, jij wilde wel op, hè? Jij wilde wel op, schat. Ja, hè? Ja. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja. Alsjeblieft. Hij is niet camera-schuw. Nee. Daar gingen ze juist en juist op af. Ja, daarom. Nou, we gaan er weer in. Je mag er niet op. Wat is dit? Waarschijnlijk wel, Penny. Nee. Dat is jammer. Dit is een hele wijk. Met zulke soort huizen. Huisjes, het is maar hoe je het noemen wilt. Mensen met geld. Maar ze wonen ook allemaal wel achter een gesloten boom. Het is eigen erf, laat maar zeggen. Eigen terrein. Hm. Ja. Allemaal eigen terrein. Nou, je zou dat toch eigenlijk niet willen? Nee. Jawel. Eigenlijk niet. Jawel. Heerlijk. Rust. Ja, oké. Okay. Ja. Dat weer wel. En camera en beveiliging. Ja. Politie. Alles is met de politie. Dus als ik hier dus nu rij, en dan ziet de politie ook. Ja. Ideaal. Nee, ik ga niet. Ik ga die kant op. Maar ook dat is leuk. Ik ga gewoon even kijken waar we wel op kunnen. Julianendorp een beetje, nou ja. Julianendorp, weet ik veel waar we zijn. Geen idee. Ergens. Op een plekje van de wereld. Goed uit Den Helder. Ja, ja. Goed uit Den Helder. Ja. Ja, maar Juliana, daar wordt tegenwoordig ook al Den Helder genoemd, hè? De Zandloper. Welke bungalowpark? De Aha. Zandloper. Het is een bungalowpark, ja. Dan is het ook wel wat anders.
hier mogen we niet in. Jammer. Ja. We mogen ook nooit wat. Nergens, hè? Schrik. En toen waren we weer thuis, ook de boodschappenhek al in huis, samen met Karin gedaan. We hebben eventjes wezen Pokémon jagen, et cetera. En even een stukje ontoor. Mijn tas met boodschappen moet ik nog opruimen, dat doe ik straks wel. Ik ga eerst een bakje koffie maken, want daar heb ik zin in. En ja, dan zullen we het verder beleven. Ja, hè? Dan zijn we weer met z'n drietjes, hè? Ja, oh nee, niet waar. Ik kan de televisie ook nog en ik moet nog naar de telefoon kijken, want er heeft er eentje ingesproken. Ik moet ook kijken wie dat was. Dus ja, dat dus. En morgen komt Karin weer en dan gaan we ook weer ergens naartoe, weet ik veel. Ze zegt, ik ben daar nog nooit geweest. Tenminste, ik niet. Zij wel één keer, maar ik ben er nog nooit geweest mee. Of dat zoiets, dat weet ik niet. Misschien vroeger ooit een keer, dat weet ik niet. Moet ik het eerst zien voordat ik er wat van kan zeggen. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, ga ik ook proberen te doen. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Oh, wat gebeurt er allemaal? Rood lampje? Oh, is dat een rood lampje daar? Ja. Geef me dag allemaal. Welterust allemaal. We gaan naar bedje toe. Hé? Ja, zeg maar, we gaan lekker naar bedje toe.
Hé? Ja, lieve vrienden, het is de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Het is 2:50, zegt mijn horloge. Ik ben 6 minuten voor. Dus 10-6 is 4 minuten over. Ja. Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie nachtrust. En slaap lekker met mooie dromen. En natuurlijk, graag zie ik jullie aan de andere kant van de nacht weer terug. Ik zou zeggen, tot dan. My appetite, don't leave me alone.